Hoi allemaal, ik ben Jolie en vandaag voor weer een nieuwe video. En in deze video is de video niet vanuit Nederland, maar vanuit Engeland. Want daar ben ik op vakantie. En ik zit in het plaatsje Bath, of het is daar dichtbij. En ik vind het zelf echt een heel erg leuk plaatsje. Jullie kunnen dat ook zien in mijn vakantievlogs, die komen nog aan. Maar daar vertel ik je wat meer wat we gedaan hebben deze dagen en wat ik nog ga doen. Ik ga vandaag dus weer een schoolvideo doen. En dit is even handig als je nog niet je schoolspullen hebt gekocht. Of denk je net op het punt te staan om een paar spullen nog te kopen. En je weet niet zeker of je dat moet gaan kopen. Ik heb dus hier nu een video met wat je niet moet kopen voor school. Waar ik zelf tegen aangelopen ben en wat ik uiteindelijk dus niet gebruikt heb. Dat ga ik jullie met jullie bespreken. En ik hoop dat je een leuke video gaat vinden. Dus zeker weet dat blauw duimpje omhoog. En als jij ook een hele leuke vakantie hebt, dan kan je ook gelijk abonneren hier beneden. Want dan mis je geen enkele video meer van mij. En dan gaan we bijna naar de 60.000. En dat lijkt me super tof om te halen. Dus ik hoop dat we dat gaan redden deze vakantie. En ja, dan was dit even mijn gepraat. Dan gaan we nu door naar de video. En ik hoop dat je er wat aan gaat hebben. Let's go! Ik heb opgeschreven als eerste punt dat je geen B-potlood nodig hebt of een 2B-potlood. Dat zijn dus verschillende soorten naampjes voor een potlood. Dat stelt eigenlijk voor dat je de hardheid, geloof ik, van het punt moet dat voorstellen, geloof ik. Maar ik gebruik altijd gewoon een HB-potlood. Ik heb er nooit probleem mee gehad. En ik werd ook nooit gevraagd of ik een potlood van dat wou pakken. Dus ik vond het eigenlijk een soort van weggegooid geld, want ik gebruikte het zelf nooit. En ik vond de HB-potloden toch wat fijner werken. Stel je voor dat jij dat niet gaat aanschaffen en alleen een HB-potlood gaat gebruiken en je vindt dat niet fijn. Dan kan je ook altijd een soort van vulpotlood kopen. Die kan je ook erbij vullen met een klein staafje van potloodjes. En dan kan je misschien wat preciezer schrijven in plaats van dat je elke keer je punt moet slijpen. Maar dat is dan even voor mij een tip. Ik vind zelf dus dat eigenlijk een beetje onnodig dat het er altijd op staat op van die lijsten van school. Maar ja, dan weten jullie dat in ieder geval. Wat ik zelf heel erg irritant vind zijn buigbare geodriehoeken. En die moet je dus ook niet kopen. Bij school wordt het ook heel erg afgeraden. Koop gewoon een harde geodriehoek. Want dat zorgt er dus voor dat je gewoon steeds rechte lijnen blijft trekken. En dan vervaagt ook de cijfertjes die op je geodriehoek staan ook niet. En ik vind het zelf echt super irritant werken met zo'n buigbare geodriehoek. Ik heb het gevoel dat ik elke keer uitschiet. Dus zeker weten die niet kopen. Ik snap het is heel handig om in je etui te doen. Want het heeft geen harde punten. En je kan hem makkelijk buigen dat hij precies in je etui past. Maar het geeft echt alleen maar nadelen, vind ik zelf. Dus als je nog geen geodriehoek hebt gekocht, koop alsjeblieft een harde. Misschien doe je er wel wat minder lang mee, omdat die bijvoorbeeld sneller breekt. Maar je hebt er wel meer plezier van als je rechte lijn wilt tekenen, bij wiskunde bijvoorbeeld. Ik had even bij HEMA gekeken op het lijstje van wat zij aanraden om te kopen voor school. En toen stond erbij dat er een lineaal nodig was. En ik vind dat zelf echt heel erg onnodig. Want je hebt namelijk al een harde geodriehoek gekocht. En die kan makkelijk in je etui. En dan zo'n lineaal van 30 centimeter. Nou, ik weet niet wie zo'n lange etui heeft, maar dat past er bij mij niet in. Het is echt niet nodig om nog een lineaal erbij te doen als je al een geodriehoek hebt. Ten eerste minder ruimte in je etui. En je hebt al iets van een lineaal erin zitten. En zo vaak hoef je echt niet lange lijnen te trekken. In de eerste en de tweede heb ik al dit trauma nakijkpennen meegenomen. Dat is dus groen en rood. En dat had ik van de basisschool geleerd. Dat je in groep 8 bijvoorbeeld moest je zelf je werk nakijken. En dan moest dat met een groen of een rode pen. En toen dacht ik, weet je wat, ik neem dat ook gewoon mee voor de middelbare. Misschien gaan we dan ook nakijken en dan kan ik het gelijk ook met een groen of rode pen doen. Maar ik heb gemerkt dat het echt alleen maar ruimte was in mijn etui. Want ik heb het nooit gebruikt. Ik heb gewoon altijd nagekeken met bijvoorbeeld mijn blauwe pen. Of gewoon niet nagekeken, zeg maar. Dan heb ik gewoon de antwoorden gecontroleerd. En stel je voor, het was dan niet goed. Dan had ik het bijvoorbeeld weggetaped, zeg maar. En dan had ik er gewoon overheen geschreven. Dus dat was een beetje mijn manier van nakijken. En toen werd het ook niet zo druk in mijn werkboek. Maar dat vind ik dus zelf wel een beetje, kan je beter afraden. Ik weet niet zo goed of het bij jullie school echt nodig is dat je het altijd moet laten zien bijvoorbeeld. Maar bij mij werd het nooit gecontroleerd en het boeide ook echt niet hoe jij ging nakijken. Als het maar duidelijk voor jezelf was. Dus het kost eigenlijk veel meer ruimte in je etui en het is echt niet handig. Dus geen nakijkpennen meer. Wat ik op mijn eigen lijst zag staan van school, stond er een 4-ringband gebeuren. Zoals met 4 van die pinnen. Ik raad dat zeker weten af. Ik heb het zelf ook gebruikt, maar ik merkte heel erg snel dat mijn papiertjes sneller gingen uitscheuren. Vooral bij zo'n 2-ringsband, die raad ik helemaal af. Maar bij zo'n 4-ringsband heb ik het gevoel dat hij net nog te weinig tandjes heeft.
En voor mij ook een nadeel was, is dat altijd die papiertjes niet perfect in die ringbanden kwamen. Omdat er natuurlijk maar 4 zaten in plaats van 23. Dus ik raad je aan om 23 ringbanden te kopen. Want de meeste papiertjes zijn gewoon 23 volle puntjes. En je kan altijd nog van die tabblaadjes gebruiken of van die mapjes, insteekhoesjes. Om wat extra papier in te stoppen als het eventueel niet past. Maar in ieder geval voor de veiligheid van je papiertjes en de netheid kan je beter een 23 ringsband aanschaffen dan een 4 ringsband. Een USB-stick. Wie gebruikt dat ding nog? Ik heb het zelf echt denk ik 3 jaar niet gebruikt. En dat staat dus altijd wel nog op die blaadjes van koop een USB-stick. Maar sorry, ik heb dat nog nooit gebruikt. Ik zal serieus ook nu niet meer weten hoe ik het nou op een USB-stick zou zetten. Tenzij het iemand me weer even uitlegt, dan zou ik het wel weer weten. Maar op dit moment, als je me nu vraagt, weet ik het even niet. Dus een USB-stick is even nu niet meer handig. Je kan beter gewoon het vragen aan de docent die het op de mail zet. En dan kan je het gewoon makkelijk downloaden op bijvoorbeeld je computer of je iPad. Of eventueel je mobiel als je die bij de hand hebt en geen iPad of computer op school gebruikt. Ja, een beetje een USB-stick. Ze zeggen het wel, het is handig, maar ik heb nog nooit mijn USB-stick bij een computer van school erin gedaan. Want ik downloadde gewoon alles op Drive en dan kon ik overal openen. Dus ja, waarom zou ik een USB-stick dan nodig hebben? Nu ga ik voor sommigen denk ik iets heel geks zeggen en dat is namelijk je hebt geen agenda nodig. En nu denk je van... geen agenda. Het is toch handig om te plannen en al die dingen. Nou, ik bedoel ermee is dat ik bij de eerste had ik ook een agenda gekocht. Heel erg zonde, want ik had namelijk een agenda van school gekregen. Ik had er zelf niet helemaal op voorbereid, dus toen heb ik eigenlijk een agenda gekocht en dus was het weggegooid geld. Maar informeer even bij je school of jij eventueel een planagenda krijgt van je school. Want het wordt toch sowieso verplicht om daarin te werken in plaats van je eigen agenda te gebruiken. Dus informeer er even bij school mee van, goh, moet ik dat aanschaffen of krijg ik van school een agenda. Dus doe dat zeker weten en dan weet je ook een beetje waar je aan toe bent. Ik heb natuurlijk voor gymschoenen geshopt en het eerste waar ik tegenaan liep is dat bijna alle gymschoenen die ik leuk vond met een zwarte onderzool waren. En dat raad ik echt extreem af, want bij mijn school mag je eigenlijk bijna niet meer op de gymschool komen als je zwarte zolen hebt. En dat is eigenlijk om gewoon strepen te voorkomen. Dus kijk altijd onder je gymschoen of die niet zwarte zolen heeft. Want zo kan het dus zijn dat je bijvoorbeeld bij sommige gymzalen niet naar binnen kan. Of dat je op je blote voeten moet of sokken. Want anders geeft dat strepen en dat stuk niet zo heel handig en fijn voor de gymzaal. Maar daar moet je echt op letten bij het kopen. Geen zwarte gymschoenen, zolen, maar gewoon witte. Ook al zijn ze misschien lelijker, anders loop je echt tegen problemen aan. En dat is niet zo heel handig. Dus dat is gewoon even een klein tipje. Kleurpotloden. Dat is echt zo'n dingetje. Die heb ik echt alleen nog maar in de eerste gebruikt. En daarna was het eigenlijk, ja, we hebben hier nog wat in die bak staan. Pak dat maar. Of we hebben het helemaal niet gebruikt. En dat is dus even, koop geen nieuwe kleurpotloden. Gebruik gewoon kleurpotloden die je thuis hebt liggen. Ik weet zeker dat iedereen nog wel iets van kleurpotloden heeft liggen. Dus pak gewoon daarvan een paar kleurtjes. Slijp ze even goed. Doe ze in je etui. Want echt, je gebruikt ze denk ik 3 lessen van de... laten we zeggen 40 lessen die je over een heel jaar hebt. En dat is super zonde om gewoon je kleurpotloden. Dan is het eigenlijk gewoon dat je het gewoon ergens weggestopt in je bureau kan terugvinden later na 3 jaar. Van oh ja, ik had ook nog kleurpotloden. Dus koop geen nieuwe kleurpotloden. Dat raad ik je extreem af. Ga gewoon even op zoek in je huis naar bijvoorbeeld nog een paar kleurpotloden die je nog een beetje kan slijpen. En dan kan je ze gewoon meenemen. Want echt, je gebruikt ze zo weinig. Het is echt niet handig. En het scheelt natuurlijk ook weer ruimte omdat je niet zo'n doos hoeft mee te nemen. Maar gewoon in je etui kan stoppen. En dan echt een domme fout van mij. En dat is namelijk, ik dacht van, oh joh, ik heb echt geen woordenboek nodig. Mijn broer heeft vast nog wel een woordenboek liggen. En dan gebruik ik die wel. En ik heb vast wel alle woordenboeken die ik nodig heb. Maar het probleem was, elke keer als ik iets van een leestoets had. Of een schrijftoets of... iets waar ik een woordenboek mee mocht gebruiken. Had ik dat woordenboek precies niet.
En moest ik dus de dag dat ik die toets had, nog naar de winkel, als die open was, om een 10 euro woordenboek te kopen. Dus koop alsjeblieft woordenboeken bij de Action of ergens anders goedkoop, voor 5 euro of 4 euro in plaats van voor een tientje. Want dat is echt zo zonde. Maar ik moet het wel elke keer doen, want ik vergeet het gewoon elke keer om te kopen. Nu heb ik ze wel allemaal, maar echt extreem duur. En ja, het is echt gewoon zonde. Dus koop ze gewoon allemaal even bij de Action. Goedkoop. Dan niet dat je de dag zelf nog moet stressen dat die winkel nog open is. En dat je nog een 10 euro woordenboek moet aanschaffen. Want het is zo zonde. En het is niet aan te raden. Zo, dan waren dit alweer de 10 dingen die je niet moet kopen. Ik hoop dat je deze spullen nog niet hebt gekocht. En dat je er gewoon eventjes geld kan besparen voor iets anders leuks. Ik vind ze zelf wel heel erg praktisch. Ik heb er echt wel van geleerd wat ik nou wel en niet moest kopen. En uiteindelijk dan in de tweede, dan leer je ook echt wel van wat je nou wel fijn vindt en niet fijn vindt. Maar dit zijn een beetje een paar handvaten die je kan gebruiken. Tenzij je nog niet je schoolspullen hebt gekocht. Dus, ik hoop dat je wat aan gehad hebt. Laat maar even weten hier in de reacties wat jij niet handig vindt voor school. En misschien kan je de andere mensen ook mee helpen. En dan zie ik jullie volgende week zondag of donderdag weer bij een nieuwe video. En dan zeg ik tot dan. Doei doeg!